Wat leuk dat jullie kijken. Ik ga vandaag voor jullie een technische nagel maken en wel een shorty. Als je een shorty gaat maken, dan is dat eigenlijk net misschien een klein beetje anders als dat je een lange nagel gaat maken. Het is ook heel anders als dat je een gel polish aan gaat brengen bij je klant. Stel je voor, je hebt een klant in de salon en die heeft niet echt een hele mooie natuurlijke nagel. Nou, dan is het veel leuker om een nagel te bouwen die wel heel mooi is, in plaats van dat je alleen maar een beetje rubberbees aanbrengt. Dus je kunt dus met de wens van de klant eigenlijk een heleboel kanten op. Dus daarvoor de technische nagel vanaf mijn kant. Ik heb het schabloon alvast geplaatst en ik zal jullie vertellen hoe die staat. We gaan een rechte nagel maken, square, maar soft square. Dat maakt hem iets slanker. Nou, wat dat is, daarvoor moeten jullie even blijven kijken. Maar belangrijk aan de plaats van het schabloon is dat het schabloon iets omhoog staat. En ik ga jullie uitleggen waarvoor dat is. Zoals jullie zien heeft mijn model een mooie bolling in haar natuurlijke nagel zitten. Bij een shorty mag het kunstproduct de natuurlijke nagel best wel volgen. Het mooiste is als je dat bij een almondnagel doet. Ik ga een wat gebouwdere, specifiekere nagel maken. Dus ik heb het schabloon iets omhoog gezet, waardoor ik straks eigenlijk een hele mooie curve kan maken. We gaan een shorty maken, maar we gaan tot iets minder als streepje 1. Dus het wordt niet een super shorty, maar wel een mooie korte nagel. Dus eigenlijk mooi in proporties opgebouwd. Het schabloon zit en ik ga beginnen met Power Gel Nudes. Ik ga nu met de synthetische kant, de gelkant, van het Power Gel penseel het bolletje mooi plat aanduwen op de natuurlijke nagel. Aan het einde vooral van de natuurlijke nagel. En als je dit gedeelte hebt liggen, nu pak ik vervolgens mijn acrylkant van mijn penseel. Dus de wat zachtere kant. En ik ga op de nagel staan om hem net wat langer te maken dan dat hij eigenlijk is. En daar ga ik de lower arch aangeven door de zijkant van mijn haren, de totale lengte, om daarmee een mooie rechte lijn te creëren. Goed kijken, je moet je hoofd daar een beetje voor omheen draaien. Ik ga vervolgens verder met de Nude Power Gel om deze nagel af te maken. En heel belangrijk, als je korte nagels wil gaan maken, gebruik zo min mogelijk product. Het enige wat je eigenlijk doet is de natuurlijke nagel verstevigen. En met de rest van het product wat eigenlijk over de vingertop heen komt, daar ga je eigenlijk gewoon je vorm mooi strak inleggen. En als ik dat bolletje heb geplaatst, duw ik hem eerst eens mooi plat. Als ik hem plat duw, ga ik dus eigenlijk al bekijken waar wil ik mijn product naartoe hebben. En ik zorg dat ik dat weer gelijkmatig doe. Neem hem helemaal mee naar voren en vergeet ook niet de lower arches mee te nemen, dus de zijkanten. Daar wil ik ook mijn product hebben zitten. Nou, het product zit erop en we gaan verder met veilen. Ik ga natuurlijk eerst het product even goed losmaken rondom om te kijken of die helemaal los ligt. Het is best wel lastig om een kleine nagel eigenlijk te zetten, omdat je al heel snel dan met je haartjes van je penselen in je zijwallen zit of in je nagelriem. Dus het is best wel lastig. Dus stel je voor dat je wat geknoeid hebt, geef niet gewoon eventjes losmaken en daarna gaan veilen. Nou, de nagel is goed los aan de zijkanten. Dat is belangrijk. Ik ga me eerst focussen op de vorm. Ik ga soft square maken. Dus ik hou mijn vel vooralsnog even heel recht. Ik hou mijn vel echt gewoon nog als een basis rechte nagel. En straks gaan we hem soft maken aan het einde. En ik ga de vorm veilen. Als ik de vorm veil, let ik bij een shorty eigenlijk vooral op de hairline. Dus op de voorkant. Daar kijk ik tegenaan. Terwijl ik aan het veilen ben. En ik zorg dat hij uiteindelijk op creditcarddikte uitkomt. Dus ik pak eerst heel de voorkant mee. Als je je verlenging, eigenlijk je mini-verlengingen geveild hebt, dan ga je door met het expertbitje om een mooie aansluiting te maken langs de nagelriem. Maak een goede aansluiting en eventueel bolle deeltjes kun je ook meteen plat veilen. Wat ik ga doen is mijn vel zo eerst houden. En hem dan een klein beetje kantelen totdat ik de twee puntjes te pakken heb. Dus ik ga veilen eigenlijk tegen allebei deze puntjes aan. Dus je kantelt je vel iets naar onderen.
Nou, mijn shorty is klaar en je kunt nu een heleboel kanten op, dus wat je wil. Je kunt een mooie strakke French schilderen in het wit of in het zwart. Echt superleuk, zat ik ook nog aan te denken. Maar ik vind het leuker om een beetje een romantisch design te laten zien. Je zou dit heel leuk kunnen gebruiken bij een bruidje bijvoorbeeld. Bruidjes dragen vaak shorties, niet altijd, maar vaak wel. Dus daar kan je bijvoorbeeld met je air nails apparaat hele leuke dingetjes mee creëren. Ik zou eigenlijk op een shorty altijd de nail art heel simpel of heel zacht laten. Dus daarvoor ook mijn idee vandaag met air nails. Ik heb de masking hier alvast klaargelegd. Kun je kijken welke dat is. De Dance of Flowers vind ik heel erg leuk. En ik heb de rechtsonder, die masking heb ik er afgehaald. Je ziet hier een aantal vormpjes staan, maar er staan er meer verstopt in de maskings. Dus. En ik ga heel licht sprayen. Ik ga eerst wat lucht geven. Ik ga naar mijn designtje toe en ik geef voorzichtig een klein beetje verf. Heel klein beetje, heel licht. Ik ga naar mijn masking en ik geef een heel klein beetje verf op het uiterste puntje. Zacht nevelen, ietsje feller maken als het blad eronder. Nou, het design is afgelakt met Supreme Finish en nu ga ik nog wat kleine extraatjes toevoegen aan dit design. Je moet altijd een beetje uitkijken met air nails, want het is al heel snel dat als je een steentje plaatst op zo'n, ja, eigenlijk zacht design zoals dit, dat je een hele grote steen hebt in eigenlijk iets wat heel zacht is en dat trekt de aandacht een beetje weg. Dus mijn keuze gaat nu over een paar kleine dotjes van Cerisa Sweeties over de top gel heen. Ik ga naar het midden van het bloemetje en ik zet een paar kleine dotjes met Cerisa Sweeties. Het leuke van Cerisa Sweeties is dat het erop kan blijven liggen. Dus dat je het niet af hoeft te lakken, waardoor het net iets meer diepte lijkt te hebben. Nou, het design is klaar. Een leuke shorty, echt super schattig. Kom maar even meekijken, gaan we hem even rondom bezichtigen. Nou, dit is hem geworden. Nou, ik hoop dat jullie hem leuk vonden en misschien zet jij als gel polish expert in de salon nu ook liever een keertje een shorty met powergel. Veel succes ermee!